file in Zaïre, Rwanda. Ja, gruwelijk, maar aan de andere kant realiseren we ons morgenochtend en alle komende dagen dat wij toch fantastisch zitten in onze file. Ja, hoe lang ze ook worden. Ja, maar omgekeerd ook. Als die mensen zich realiseren dat als ze in een auto zaten, dan was die file 400 kilometer. Ja, daarom, om met Bob Vispaté te spreken, Kamagoeka. Oorlog kan zo mooi zijn. Springende punt. Hij heeft weliswaar haar waar de gemiddelde oudere Nederlandse vrouw jaloers op is. Prachtig. Maar ja, het blijft een man. Dus Buckman wordt voorzitter van de Tweede Kamer. Ja. Wat, na Dolman ja. en Deetman. Ja, nee, je hebt al die mannen daarom. Na Dolman en Deetman moest het weer een man worden. Ja. En Doelman Pels kwam in de buurt. Maar ja, dat is een vrouw. En dat effent weliswaar, denk ik, voor Karen Adelmunt de weg naar het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. Maar het laat onverlet dat Nederlandse vrouwen in een voorbeeldfunctie toch heel erg dun gezaaid zijn. De koningin en Tatjana Simic en Sylvia Toten, heb je het gehad? Nee, houd het op. Ja, dus daar zit ik mee. Daarom wil dat oude jongensnetwerk worden opgerold, dan moet meer dan de helft van de Tweede Kamer uit vrouwen bestaan. Ja, dat dacht ik zo. Het klinkt heel ouderwets, maar als al die oude werkende vrouwen nou eens ophouden met werken en gewoon actief lid worden van een politieke partij. Ja. Hun mannen zijn dan geen lid meer, want die moeten dubbel zo hard werken. Ja. Die vrouwen komen dus op verkiesbare plaatsen. Die komen uiteindelijk met z'n allen in de Kamer. Als die hele Kamer vol zit met vrouwen, dan kan niemand zeggen dat het positieve discriminatie is als een vrouw die voorzittershamer hanteert. Er zijn nog veel beren op de weg, maar dat is circuit. Ja, maar lijkt me toch een spookbeeld, hoor. Spookbeeld dat? 149 vrouwen en Frans Wijsglas. Oh ja.